De wereld staat voor een enorme uitdaging. Olie en aardgas zijn in 2050 zo goed als op. En tot die tijd in handen van wispelturige schurkenstaten. Toch verloopt de omschakeling naar alternatieven zeer moeizaam. Tegenlicht zoomt in op de energietransitie. Vanavond intriges, geweld en corruptie in de jacht op de oliebronnen van Afrika. This tiny little country, this tiny little block of land and the island offshore, it's got staggering amounts of oil. It's probably the biggest bonanza in the world at the time. And it was promoted as the new Kuwait. It was a new oil field with an old corrupt leader. So we will be accommodating corrupt third world regimes for a long, long time because we want their oil. President Teodoro Obiang bestuurt de nieuwste, meest onbekende oliestaat. He is very intelligent and he is intellectual. Not the evil man that the media has always made him out to be. Jarenlang was de grens van Equatoriaal Guinea gesloten voor buitenlanders. De hoofdstad Malabo ligt op een mysterieus vulkanisch eiland. Er gingen verhalen over cannibalisme en marteling. It's certainly one of the worst countries that I have seen. The prison conditions is as such inhuman and degrading. Een kritische Amerikaanse ambassadeur werd schriftelijk met de dood bedreigd. The document that had been thrown out of the vehicle desired that I go home in a coffin. Ooit waren de grote schatten van Afrika ivoor en slaven. Nu draait alles om olie. Het is maar een stipje op de kaart. Maar Equatoriaal Guinea levert de VS 28 miljoen vaten olie per jaar. Oliemaatschappijen als ExxonMobil investeren er miljarden. This is the new found bonanza of oil on the planet. Ook China wilde zijn deel. Het bood Obiang aan een nieuwe hoofdstad te bouwen. Maar niet alleen de grootmachten hadden een oogje op de olie van Obiang. Dat had een bende huurlingen ook. But you just knew there was a fabulous amount of oil here. Yes. Enough to make everybody a very rich man. Absolutely, yeah. Ze wilden een nieuwe president installeren en Obiang ontvoeren of doden. Spanje en Groot-Brittannië wisten ervan, maar deden niets. That you're going there with the best military force in Africa, with the backing of serious Western governments. Yeah, this is a good gamble. Als de coup zou slagen, zouden de huurlingen en hun helpers even rijk worden als Obiang. Yeah, you gamble with your life and you would make a fortune. You know, sometimes it's better to live like a lion for one day than a sheep for 100 days, as the old saying says. Sinds de Eerste Golfoorlog en de vernietiging van de olievelden van Kuwait wilde de VS af van hun afhankelijkheid van islamitische olie. It was really of course 9/11 that crystallized the fear. There just became a very very fierce determination to move away once and for all from the Middle East. Not entirely because that would be impossible. I mean the Middle East is always going to be the source of much of our oil. But to diversify.
Het Westen wilde een nieuwe energieleverancier. Niet OPEC, niet islamitisch. Zulke landen waren er. Eentje was een stipje op de kaart van West-Afrika. Equatoriaal Guinea had zo te zien een bereidwillige regering en onmetelijke voorraden olie en gas. My experience was that they in fact were not only acquiescent, but they're almost reaching out to the West. It was a former Spanish colony. So it has a Christian base in the country. The Muslims have not integrated there as they have in Nigeria with resources. It had a staggering amount of oil. Na 11 september vertelde een ex-Witte Huisfunctionaris het congres. Je kunt je olie beter halen uit landen die hun eigen bevolking bedreigen dan dat ze de VS bedreigen. Equatorial Guinea becomes the new Kuwait. That was talked about all the time. The companies were going around touting this little country as sort of a godsend. De maatschappijen nodigden Obiang uit in Amerika. I remember him sitting at the head table, surrounded by these big Texans, just fawning over President Obiang. It must have been thrilling for him to have been, you know, an outcast and a pariah for so long, and suddenly the heads of some of the biggest oil companies in the world were sitting there treating him like a miniature god. Het land had een gruwelijk verleden. Obiang had zijn krankzinnige oom Macias afgezet, die 1/3 van de bevolking had geëxecuteerd of verdreven. Public executions, yeah, in the soccer stadium. It was like the Grand Terror during the French Revolution. They were spectacles and they were meant to terrify. Een priester vertelde dat tijdens de moorden muziek werd gedraaid. Mary Hopkins, I think, was the Those Were the Days or something like that. Then he would play songs like Those Were the Days, my friend, in the stadium with all his political opponents there, and he would give the order for them to be killed. Oom Macias kwam in 1968 aan de macht toen het land onafhankelijk werd. The revolution, so-called, ate up a lot of people. A lot of people died.